in Nice, want hier staan klaar voor Frankrijk Nathalie Pechela en Fabian Bourza. Zij die de derde plaats innamen na de korte dans. Met een kleine achterstand op Davis en White en een iets groter op Virtue en Moyer. Davis en White hebben we reeds gehad. Het gaatje wat ze moeten zien te overbruggen is nog geen 2 punten. Pechela en Bourza, misschien is dat te hoog gegrepen. Misschien moeten zij zich wel gaan richten op brons. Maar ze zullen hier denk ik gewoon vol gas geven. Heel, heel erg benieuwd wat dit gaat worden. En het is weer compleet anders.
Zo heb je achter elkaar muziek van Strauss, een prachtige ballade en nu deze Egyptische dans. En dan moet je als jury dan maar chocola van zien te maken. Ja. Ja. Zeg het maar. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Dat zal je wel begrijpen. Het dak gaat hier natuurlijk eraf in Nice. Dat is logisch voor eigen publiek. En hun finest hour hier in Nice voor Pessela en Bourza. Als ik objectief kijk, dan kan ik in ieder geval een verschil zien in de schaatsvaardigheid. In één component van die presentatie vind ik de Canadezen een stuk beter. Die hebben meer diepe kanten, hebben meer cadans in het schaatsen. Ook moeilijkere passen. Maar ja, dit is ook een aansprekend thema wat heel goed neergezet is. Ze hebben heel goed gereden, geen echte fouten gemaakt. Twissels gingen goed, de lifts zagen er goed uit. Kortom, ja, zeg het maar. Ik zou het niet weten. Ze hebben een kleine voorsprong op de Canadezen. Misschien houden ze die vast. De pleister op de neus, want dat is natuurlijk helemaal mooi. Het verhaal wat er vastzit aan dit ijsdanspaar Nathalie Pessela. Tijdens een training, een dikke 2 weken geleden in Detroit, waar zij trainen. Waar zij zich voorbereiden op dit wereldkampioenschap. Daar brak ze haar neus. Grote twijfels waren er of ze überhaupt kon starten. Nou, ik heb niet het gevoel dat ze zich op één moment ingehouden hebben. Waarvan acte? Nee, nou, ze konden ook niet anders, want die Canadezen hebben zo goed geschaatst, Weaver en Poggia. Ze moesten dus alles geven. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben het publiek niet teleurgesteld. En hier gaan we naar de twissels kijken. Dat gaat goed synchroon, die eerste. Dan deden ze nog 2 andere twissels daarna, die waren ook goed. Complexe lift daar, hè, in een spread eagle. En transities in de danspirouette, dat deden Weaver en Poggia ook. Ja, ik vond dat van Weaver Poggia iets verfijnder. Maar uiteindelijk is dat wellicht een kwestie van smaak. Ja, je moet toch een verschil proberen te geven als jury dit in de components. En dan gaat mijn voorkeur vandaag uit naar de Canadezen. Ja, ik heb minder juridische kennis dan jij. Maar ik zou toch ook zeggen, wel leuk dit, wel leuk. Kijk eens, de concurrenten voor zo, een WK-medaille. Zo sportief moet je kijken. Er zijn ook hun trainingsmaatjes. Blij voor de ander. Waar zie je dat nog op zo'n niveau? Nou, voorsprong van minder dan 3 punten hadden ze. Dat betekent dat ze uit moeten komen op een totaal van... Ja, nou, daar gaan ze ruim overheen. Kijk eens, 104-05, een beste seizoensprestatie. Nou, vind ik wel rijkelijk beland. 4 punten meer krijgen ze dan Poggia en Weaver. Nou ja, goed. Het zijn zo. Misschien ook dat het door de techniek komt. Dat zien we hier niet. Maar ik gun het ze hoor, want ze zullen hier dan waarschijnlijk brons gaan winnen. Dat is natuurlijk prachtig zo voor eigen...